je nou echt geen inspiratie wat je je moeder cadeau wilt geven voor Moederdag dit jaar? Dan ben ik hier om jou te helpen. In deze video ga ik namelijk een aantal tips delen die jou misschien wel kunnen helpen ter inspiratie voor een Moederdag cadeautje. Dus ben je benieuwd naar de tips? Kijk dan vooral verder. Iets waar je moeder altijd wel blij mee kan maken is een ontbijtje op bed. Misschien woon je nog thuis of kan je een ontbijtje langsbrengen. Hoe fijn is het om Moederdag te beginnen met een heerlijk ontbijtje? Je moeder hoeft zich dan geen zorgen te maken wat ze die ochtend gaat eten, want jij verzorgt het voor haar. Je kan bijvoorbeeld haar lievelingsontbijtje klaarmaken of iets speciaals, iets wat ze nog nooit eerder heeft gegeten. Iets wat jij bijvoorbeeld heel erg lekker vindt. En bij dat ontbijtje kan je natuurlijk ook een bosje bloemen geven. Een kaart, een klein cadeautje. Maar eigenlijk gaat het eerder om het ontbijt. Je kan ook samen met je moeder gaan ontbijten. In plaats van alleen een ontbijtje brengen. Dat jullie samen iets lekkers eten. Dan zijn sieraden ook echt wel ideaal om cadeau te geven. Bijna iedere moeder houdt wel van sieraden. De een houdt er meer van dan de ander. Sieraden kun je ook koppelen aan een bepaalde betekenis of een bepaald moment. Een van mijn favoriete sieradenmerken is Ana Luisa. Ik draag nu ook een kettingje van hun. En ze hebben nu een speciale moederdagactie waar je 15% korting kan krijgen op de sieraden. Ze gaan lang mee. Ik draag ze echt bijna elke dag. Dus deze ketting draag ik echt elke dag. En het ziet er nog echt heel mooi uit. Het merk vindt duurzaamheid belangrijk. En de prijzen vallen echt mee. De sieraden beginnen vanaf $39. En hun collectie is echt super leuk. De sieraden hebben een minimalistisch design. Maar je kunt ze heel gemakkelijk combineren. Ik zal de linkjes van mijn favoriete sieraden hieronder in de beschrijving zetten. Misschien houdt je moeder wel van lezen. Dan is het echt perfect om een boek cadeau te geven. En mocht je niet weten wat voor soort boek ze leuk vindt, dan kan je dat natuurlijk aan haar vragen of een beetje hints achterlaten. Je kunt ook algemene boeken geven, zoals zelfhulpboeken, meditatieboeken, kookboeken. Daarin zijn de opties ook eindeloos en een boek komt altijd wel van pas. Of het nou een boek is waar je iets aan hebt of gewoon voor de leuk. Persoonlijke cadeaus zijn toch wel mijn favoriete cadeaus om te geven. En je kunt het eigenlijk niet persoonlijker maken dan een fotocadeau. Ik heb toevallig bij fotocadeau.nl een aantal dingetjes besteld voor mijn moeder. Zo heb ik een puzzel besteld die ik aan haar wil geven. Je kunt ook een sleutelhanger geven, een mok, een foto op canvas. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik denk dat zo'n cadeau er echt wel voor zorgt dat je moeder een glimlach op haar gezicht krijgt. En mijn voorkeur gaat dan uit naar een foto van vroeger, toen ik bijvoorbeeld nog een baby was. Ik denk dat zulke foto's toch wel heel erg leuk zijn om weer terug te zien. En mijn moeder reageert dan echt zo van, hoe kom je dan aan die foto? Van, ik heb deze foto al heel lang niet meer gezien. Of ja. Dus ik weet bijna wel zeker dat mijn moeder heel erg blij zal zijn met deze cadeautjes. En je kan natuurlijk ook andere persoonlijke cadeaus geven, zoals een gedicht of een kaartje. Het hoeft ook niet heel veel geld te kosten. Je kan ook gewoon iets zelf maken. Nou, dit is een goed bruggetje naar mijn volgende cadeautip. Maak zelf je cadeautje. Mocht jij mij al een aantal jaren volgen, dan weet je dat ik in het verleden meerdere do-it-yourself video's heb gemaakt omtrent Moederdag. Want vroeger, toen ik op de basisschool zat in ieder geval, maakte ik altijd een Moederdag cadeautje. En mijn moeder waardeerde dat echt zo erg. Kijk, dat was toen we heel erg jong waren. Maar je kunt nu ook iets maken. Op Pinterest heb je echt zoveel ideeën die je kunt uitvoeren. En je kunt natuurlijk ook mijn oude do-it-yourself video's kijken voor extra inspiratie. Je kan makkelijk een cadeautje kopen, maar als je ergens heel veel liefde in stopt, dan heeft dat ook zijn waarde. Het is een ander soort waarde dan dat je iets koopt. Maar stel je hebt niet zoveel budget, maak dan gewoon iets met spullen die je al in huis hebt. Het gaat uiteindelijk toch alleen maar om het gebaar en je moeder wordt er toch wel blij van. Je kunt je moeder ook een bosje bloemen geven. Op de markt zijn er heel veel bloemisten. Je kunt ook bij de supermarkt een bos bloemen halen. Of je kan gewoon naar de bloemist zelf. En laatst had ik ook iets leuks ontdekt. Je kan namelijk een bloemetje door de brievenbus sturen. En dan denk je, hoe dan? Maar het is een soort van
klein pakketje, een brievenbuspakketje met een aantal droge bloemen. En dat kan je dan iemand cadeau geven. Ik zag het voorbij komen. Ik dacht, oh, dat is best wel slim. Dus helemaal nu in de coronatijd, als je je moeder niet vaak ziet, kun je haar verrassen met zo'n pakketje. Mocht je moeder een echte theeleut zijn of een koffiefanaat, dan kun je een thee- of koffiepakket samenstellen. Ik heb een aantal theeboxen ontdekt die je ook gemakkelijk online kunt bestellen en zo gelijk naar je moeder kunt sturen. Maar je kunt er ook voor kiezen om zelf een theebox samen te stellen door een mok en een aantal theezakjes leuk in te pakken. Mocht je op zoek zijn naar een origineel cadeau, geef dan een sterrenhemelposter. Je kunt namelijk op verschillende websites een datum kiezen en vervolgens wordt dan de sterrenhemel van die exacte datum weergegeven en dat kan je dan laten afdrukken en mooi inlijsten. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de datum in te voeren van de dag dat jij geboren bent en dan krijg je de sterrenhemel van die dag. Of de dag van je moeders verjaardag, noem het maar op. Ik denk dat je moeder echt denkt van, oh, dit is origineel. Oh, wat leuk, weet je. Zo'n soort reactie zou je dan kunnen krijgen. En dat is wel grappig. Van, ja, je denkt daar niet snel over na, maar het is toch wel een bijzonder cadeau. En naast zo'n poster kun je ook zelf een printable maken. Dit kun je doen in Word, in Canva, of je kunt een printable zoeken op Pinterest. En die kun je dus zelf uitprinten, inlijsten en aan je moeder geven. Zelf heb ik er ook eentje gemaakt, dus mocht je die willen gebruiken, dan zal ik ook wel eventjes een downloadlink hieronder in de beschrijving zetten. Misschien heeft je moeder wel iets nodig. Vraag aan haar wat op haar wishlist staat. Misschien heeft ze nog iets nodig voor in huis, bijvoorbeeld een prullenbak. Misschien niet heel leuk om cadeau te geven, maar als je weet dat je moeder iets nodig hebt en je denkt eraan, dan waardeert ze dat ook. Daarnaast zijn interieurartikelen ook altijd leuk om te geven, zoals geurkaarsen. Ik heb hier ook een geurkaars branden. Als je echt inspiratieloos bent, kun je ook in thema's gaan werken. En daarmee bedoel ik dat je dan themapakketten kunt samenstellen. Dus denk dan aan een sportpakket met allemaal sportspulletjes. Een creatief pakket met allemaal creatieve spulletjes. Een wijnpakket met wijnglazen, lekkere wijn, nog wat snacks. Een snackpakket met allemaal snacks die je moeder lekker vindt. Je kan eigenlijk zo doorgaan. Misschien heeft je moeder wel een bepaalde hobby. Daar kun je dan een pakket op baseren. Op deze manier zoek je wat gerichter naar cadeautjes en ben je niet all over the place. En het ziet er ook nog eens leuk uit als je het leuk samenstelt. Dat waren mijn cadeau-ideetjes. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En laat me vooral weten wat jij aan je moeder gaat geven voor Moederdag. En mocht je nog zelf andere cadeautips hebben, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. We kunnen elkaar dan helpen met alle ideetjes en hoeven we nooit meer inspiratieloos te zijn. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk zien we elkaar snel weer. Doei doei!